Wat leuk! Hoe kan het bij Tasty dan wel lukken? Ik snap het niet. Maar dit is een succes. Hoi, welkom bij weer een nieuwe video met mij, once again. Ik ga vandaag Tasty recepten namaken. Ik ga er 3 doen en het zijn allemaal hele makkelijke, snelle snacks. Ja, het zijn snacks. En kijken of het wel echt zo lekker is. Oké, de dingen die ik ga maken is 1. Ik hou heel erg van pittige smaken. Dus wat ik vandaag ga proberen is pittige popcorn maken. Ik ben er echt heel erg excited voor. Ten tweede ga ik een soort gekke cookie bar of zo maken. Met cornflakes en marshmallows. Een soort van s'more smaak. En als laatste is cheesecake voor in de magnetron. Ik ben zo benieuwd. We gaan beginnen met de cheesecake. Wat betekent dat ik boter ga smelten in een... in een bakje waar ik de cheesecake in ga maken. En dat ga ik beneden doen. Dus ik ga nu even naar beneden naar de magnetron. So, I see you later. Oké, we beginnen met roomboter. Dat leg je neer. En 2 bakjes. Ik maak er 2. In deze doen ze er 1. Een mesje voor de boter. En dan gaan we het snijden. Ik heb geen statief wat zo mooi over mijn bureau heen gaat. Dus ik moest het met 1 hand doen. En zoals je ziet is dat heel moeilijk. Jezus, Tess. En dat ga je in de magnetron doen, laat je smelten. En dan gaan we door naar de koekjes. De koekjes moet je kruimelen. En dan met de boter samen een bodem maken voor de cheesecake. Nou, in deze video lijkt het zo simpel. Maar jongens, ik ben hier geen grap 10 minuten mee bezig geweest. Ik heb pijn ervaren aan mijn handen. Dus als ik jullie was, zou ik het niet op de manier doen hoe Tasty het doet en hoe ik het doe. Nou, even fast forward om te laten zien dat ik echt niet lieg hoe lang dit duurde. Toen had ik op een gegeven moment eindelijk wat kruimels. Nou, en daarna meng je alles met elkaar en maak je er dus een mooi bodempje van. Dan gaan we door met cheesecake beslag. En ik had uiteindelijk het hele bakje nodig. Dus dan weet je dat als je er 2 wil maken. Ik had geen vanille aroma, dus ik deed vanille suiker. En toen wilde ik nog 1 eetlepel met suiker erbij doen. En oh, dat ging mis, want het was veel te zwaar voor Tess natuurlijk. Ik weet niet of jullie ooit mijn kippenarmen hebben gezien, maar daar kan suiker tegenop. Dan alles mengen. En dit was zo'n Tasty move. Echt een loser ben ik. En nou, dan erop een mooi rondje ervan maken. En dan in de magnetron. Doe je het 45 seconden op medium heat. En dat moet je dan 4 keer doen. Daarna doe je het in de vriezer. Test deed in de koelkast. Niet slim. Oké, uiteindelijk heb ik het dus wel nog in de vriezer gedaan. Oké, nou, ik doe het maar zo. Even hier doorheen langs. Oh, jezus. Nou, weet je wat? Ga het gewoon lekker uit eten uit deze bakjes. Weet je wat, een kusje geeft terug. Ja, dat ga ik niet doen. Als je niet weet wie hij is, dan moet je mijn hobbyvideo bekijken, toch? Ja, dat moeten jullie sowieso allemaal kijken. Raoul houdt niet super erg van cheesecakes. Niet mijn favoriet. Maar... we gaan het wel gewoon proberen. Ik hou wel van toetjes, maar ik hou niet van kaas. Hoeveel kan je dat? Het is geen kaassmaak. Oké. 6.5 hours later. Maar het is ook geen gedoe meer. Nou, ze maken wel een cheesecake. Ja, en de korst is ook nog steeds hard. Dat is inderdaad nog wel belangrijk. Oké, conclusie is dat deze cheesecake goed genoeg was om nog een keer te maken. Als je dat gewoon in huis hebt, niet dat je zomaar denk ik cheesecake... Maar heb je de ingrediënten al thuis hebben? Nee, dat bedoel ik. Daarom is mijn conclusie niet zo slim. Dat ik heel erg excited was omdat ik benieuwd was hoe het zou proeven uit de magnetron. Mijn conclusie daaruit is dat het niet heel anders is. Oké, okay, fair enough. Okay. Nou, dus dat weten we dan ook weer. Later! Naar de volgende. We gaan dus die, ik weet nog steeds niet hoe het heet. Ik heb hier witte marshmallows en die gaan we... en dan doen we er wat boter bij. Ja, even 2 van die plakjes. Zie je het? Ja. Yeah. En dan gaan we dit gaan we in de magnetron doen. Ik heb niet gekeken voor hoe lang, maar ik ga gewoon zo heel even al een beetje roeren. Het wordt wel heel sticky, hè? Dus dat roeren, dat wordt wel moeilijk, denk ik. Ja, met wat voor lepel zou ik dit doen? Ah, niet met hout. Dit? Ja. Wauw. Zo is hij. Oh nee, hij kan niet bewegen. Dat maakt niet heel veel uit. Oh nee. Dat maakt niet heel veel uit. Oké. Okay. Ik ga wel even een beetje... ik ga wel eventjes zo... oh, wat leuk! Oh my god. Ik heb dit dus nog nooit gedaan, hè? Ja, het moet dus echt zo'n drapje worden. Dus hij moet nog wel heel eventjes. Oh, we hebben natuurlijk niet die leuke cornflakes zoals ze in Amerika hebben. In Amerika. Oh, dit is wel een beetje... oké, dan ga ik dus nu wat koekjes zo hier erbij doen. Een beetje kapot maken. Maar het mag wel gewoon grof blijven. Is dit te veel? Ik denk dat dit wel goed is. Oké.
Wow. Ik ga er alvast wat chocola bij doen. Heb ik al gesneden. Ook wel grove stukjes. Die gaat er ook doorheen. Het wordt echt heel zwaar. Oké, dan gaan we het hierin doen. Wow. Oh, leuk. We moeten het af laten koelen. En ik ga het even in de koelkast doen. Als iets warm is, moet je dit in de koelkast doen. Oh. We gaan het afdekken en in de garage doen. Oké, het is nu afgekoeld, dus nu gaan we het alsnog in de vriezer doen. En dan straks gaan we een reepje, ga ik er reepjes van snijden en dan gaan we het proeven. Oké, het is... Oeh, het is goed hard hoor. Het is goed hard? Oké, top. Maar het ziet er niet zo mooi uit als bij Tasty. Lukt het? Oh, ik snap nu al waarom zij er een papiertje onder deden. Helemaal vastgeplakt aan het glas? Ja, tuurlijk. Moet ik het proberen eraf te... Ja. Oh jee. 2000 years later. Ja, ik heb hem. Oh ja. Yes. Ik wil dit stukje. Ik wil het zijkantje. Oké. Okay. Heel sticky. Maar het ziet er wel echt leuk uit. Ik denk dat dit mijn favoriet is trouwens. Oh. Air crunchy. Ook nog wel goed mellow door de marshmallow. Ja, nou ik vind hem wel perfect. Gewoon even. Ik wil er nog even. Okay. Nou, dit is een succes. Dit is echt best wel lekker. Dus vanavond als we film kijken dat we dit wel erbij winnen. Nu ga ik popcorn maken. Het ruikt hier heel lekker. Want we gaan pittige popcorn maken. Yay! Oké, we gaan beginnen. Paprika poeder, 1 tablespoon. Ik bedoel, een tablespoon. Is het dan 1 klein laagje? Of is het dat hij heel... Nou, dan doen we het dus gewoon helemaal vol. En dan 1/4 van chilipoeder. Ik ga gewoon dan een theelepel nemen in plaats van een eetlepel. Nou, dan moet je er dus als je gewoon popcorn, alleen de korn op in je pan, dan moet je er dus nog zout bij doen, maar dat ga ik nu niet doen. Dus dit mengseltje eventjes zo roeren. 1 tablespoon met suiker nodig. Dan doe ik ook gewoon maar volle als ik toch met alles een volle doe. Waarom maakt ze verpakkingen soms zo moeilijk? Hoe de f*** moet ik dit openmaken? Thank you, honey. En dan gaan we hiervan 2 tablespoons hot sauce. Oh, kakkie. Oké, en dan ook 2 tablespoons met olijfolie. Dit had ik al beneden gedaan. Dan ga ik even roeren. Popcorn heb ik dus al in de magnetron gedaan. Dan ga ik dus nu die saus er overheen doen. Ik vind dit dus echt iets wat niet kan. Want hoe raar is het dat je iets nats op iets schiet wat droog moet zijn. Maar ik wilde het uittesten en ik ga dat dus ook doen. En dan moet je dus gewoon alles met elkaar gaan mengen. Een iets grotere kom was handig geweest. Ik moet zeggen, dit mengen gaat precies zoals ik had verwacht dat het zou gaan. En dat is dus dat het gewoon ruk gaat. Hoe kan het bij Tasty dan wel lukken? Ik snap het niet. Oké, dan gaan we gewoon allemaal terug. Ik ga poeder nu bij doen. Kom hier. Oké, dit is hoe het eruit ziet. Oké. Je krijgt deze. Cheers. Cheers. Nou. Ik had verwacht dat dit fucking smerig zou zijn. Lukt toch ook wel. Ja. Als je meer eet, wordt het pittiger. Alleen, het is wel dat er een laagje nat omheen zit. Ja. Dat vind ik jammer. Maar ik denk wel, minder erg dan ik had verwacht, want het is nog steeds crunchy. Dus ik denk volgende keer gewoon iets minder saus en olijfolie doen. Ja. Dan is het echt best wel lekker. Hallo, dit vinden wij lekker. De smaak is er niks mis mee. En je krijgt wel echt vieze poten ervan. Poten. Nou, gaan we volgende week opnieuw maken. Ja. Ja, jij vindt het lekker ook. Ja, ik hou gewoon van pittige snacks. Er zijn veel te weinig van in Nederland. Ja, jij bent kalm. Doei. Dankjewel voor het kijken. Vonden jullie dit nou leuk? Ik heb nog heel veel dingen die ik van Tasty wil namaken en wil proeven. Dus geef mij een reden om nog meer dingen te proberen. Ik ga nog even door eten. Ik zie jullie volgende week met een nieuwe video. Doei!